vandaag doe ik de What's on my iPhone video. Dit is mijn iPhone. Momenteel heeft hij een Pokémon Go hoesje. Dit is de iPhone 6 Plus. Ik wil heel graag de 7 voor zijn mooie camera. Maar we gaan dat niet doen. Want dat zou een klein beetje geldverspilling zijn. Dus we gaan beginnen aan deze iPhone 6 Plus What's on my iPhone. We gaan hem eerst ontgrendelen. En ik heb een aantal mapjes op mijn home staan. Zo heb ik het mapje sociaal, gezondheid, amusement, extras, games en wake up. We gaan beginnen met de onderste apps, deze vier. We hebben telefoon, Google Agenda, omdat ik momenteel mijn Google Agenda gebruik. We gaan even hem openmaken. Even groot. Zo, dit is mijn agenda. En zoals je kunt zien moet ik vandaag een vlog inplannen. Dat heb ik al gedaan. En morgen heb ik ecologisch tuinier in de Palingbeek. En mijn werk in de Palingbeek. Voilà. Ook heb ik mijn berichten en mijn fotogedeelte. Ik wil een foto maken. Voilà. Dan heb ik mijn sociaal map. Daarin staat Instagram, Messenger, Mail, YouTube Studio. Dat is om te kijken hoeveel mensen geabonneerd hebben op mijn YouTube kanaal. Hoeveel mensen gereageerd hebben. Wat ze gereageerd hebben. VS Cam. Iedereen kent deze bewerkingsapp waarschijnlijk al. Ik vind hem echt heel erg handig om foto's in te bewerken. En meestal bewerk ik er ook zo'n aantal. En, ja, we willen dit niet downloaden. Zo, dit zijn de laatste foto's die ik bewerkt heb. Voor mijn Instagram doe ik meestal de G3 filter erop. Voilà. Afhankelijk van wat het de foto is. Voor het Instagram account voor de Palingbeek doe ik de M5 filter erop. Dat mag dan weer toe. Daarnaast staat de app TikTok. Sommigen van jullie weten het misschien, sommigen weten het misschien niet, maar ik ben redelijk actief op de app TikTok. Dat is een soort Vine-achtige app of een soort app waarin je moet playbacken op liedjes, maar op een leuke manier. Ik ga even naar mijn account gaan als hij geladen is. Mijn account. Ik heb super veel dingen in concept staan. Ik heb ook een aantal meldingen. Oh, ik wist niet. Wat? Is die al 11,7000 keer bekeken? Dat wist ik helemaal nog niet. Ik heb gedaan met iemand. Ik heb zo een hele hoop video's. Mijn hoogst bekeken video's zijn ergens in de 60.000, denk ik. Deze heeft het redelijk goed gedaan. Deze heeft 24,9000. Maar ik heb nog veel betere. 10.000. Ja, dat is wel leuk, vind ik. Ik doe het ook echt graag. Nu ben ik eindeloos aan het scrollen. Naar die goed bekeken video's. Natuurlijk ga ik ze nu niet vinden. Uiteraard. Dit was toen de Passenger. Voilà, deze is bijna 100.000 keer bekeken. En dat was redelijk awkward, want ik kom ook weer gewoon binnen terwijl ik hem aan het maken was. Net nadat ik hem aan het maken was. Wacht jullie daar trouwens nog niet op volgen, doe dat zeker. Want ik wil heel graag naar de 4.000 fans
op mijn TikTok account. Ook heb ik WhatsApp om met een paar vrienden te chatten die geen Facebook Messenger hebben. Snapchat, ook later om mijn Facebook posts in te plannen. En Goodreads, van welke boeken ik aan het lezen ben. Daar duid ik ook aan welke boek ik nog wil lezen in plaats van zo'n irritant lange lijst. En Word bij te houden doe ik dat gewoon in deze app. Je scant een boek in als je bij een boek passeert die je graag wil lezen en dan zit het in jouw lijst. In het laatste geheim heb je ook altijd een leuke quote. Kijk, voilà. Dat zijn de boeken die ik wel lezen, heb gelezen en aan het lezen ben. Ik moet hier nog een nieuwe bij zetten. En ook handig is dat je gewoon kan aangeven in de app op welke pagina van je boek je zit. Dus als je bladwijzer er weer eens van tussenuit valt, is dat geen enkel probleem, want dankzij de app weet je waar je zit. Ook heb ik een gezondheidsapp, mijn Flow-app, voor dat daar beneden. De app van Colruyt, die scant een product in de Colruyt of in de Spar of in een andere winkel van de Colruyt groep. En die vertelt dan of er bijvoorbeeld sporen van noten in zitten. Of dat er melk in zit of dat er eieren in zitten, afhankelijk van naar wat je op zoek bent. Of een lasagne vegetarisch is of niet. Deze noemt Smart Oily Food. Echt heel erg handig als je boodschap gaat doen. Ook heb ik de app van mijn Fitbit. Eerst kijken hoeveel stap ik al gedaan heb. Uiteraard gaat hij wel nog eerst moeten updaten. Zo, dit is de app. En jij voor dit cijfer. Die 7,2 kilo eraf. Hoe ik dat doe en waarom ik dat doe en zo, dat vind je nog allemaal in een gewone video. Want ik maak er eigenlijk een soort vlogreeks van. Het is nu wel toevallig dat deze video daarvoor gaat komen. Ik ga even naar de dag voor gisteren, want hij is nog aan het laden van vandaag. Van de dag, kijk. Donderdag heb ik 7 verdiepingen gedaan. 1,76 kilometer gewandeld. 2782 calorieën verbrand. En 60 minuten actief geweest, want ik ben gaan zwemmen. Daarnaast heb ik de app Amusement. Daarin zit mijn KBC Mobile app in. Die ik echt super vaak gebruik om dingen online te gaan betalen. Mijn YouTube app, die ik eigenlijk bijna nooit open op mijn gsm. Spotify, die ik ook niet zo heel veel open op mijn gsm. Dropbox, die ik gebruik om mijn foto's naar mijn computer te zetten. De DJ Go 4 app, dat is de app van mijn zoon die momenteel kapot is. Canva app, om leuke ontwerpjes mee te maken. Ik gebruik dat bijvoorbeeld voor mijn stories. Als ik op een maandag plaats wat ik de afgelopen week heb gedaan. Ik ga hem ook even openmaken. Als ik straks soms naar daar kijk, mijn excuses, maar daar is mijn app. Is mijn computer die toont wat ik aan het opnemen ben op mijn gsm. En ik wil gewoon even, soms even checken, of regelmatig even checken of alles nog werkt daar. Kijk, dat zijn mijn laatste ontwerpjes die ik heb gemaakt. Zoals je kan zien zijn de ontwerpjes van mijn vlogs en mijn video's daar ook in. Het bovenste van de leuke creativiteiten heb ik gemaakt voor mijn werk. En dit ja, is van mijn weekoverzicht. Ook iets die ik heb gemaakt van mijn werk, de origami ding. En een paar zijn gewoon probeersels. De extra app om te tanken, maar de vorige keer lukt het niet. Dus we zullen zien of ik deze app hou. De muziek app, waarin ik het album van Teske de Schepper heb staan. Hierin zit het op een porselein van Teske, The Thrill of It's All van Sam Smith, Alles S van Teske en Oesters en Champagne van Teske. En extra zitten apps zoals instellingen, App Store, FaceTime, podcasts. Podcasts gebruik ik eigenlijk wel nog redelijk vaak, omdat ik een aantal podcasts luister, zoals Best Social,
Psychobabble, Control Alt Delete, Influencers, Lavender, The Minimalists, zo van die dingen. Luister ik super graag. Safari, contacten, rekenmachine, kaarten, foto's. iBooks doe ik eigenlijk bijna nooit op mijn gsm. Zoek iPhone, wallet, notities. Games, ik heb maar twee games op mijn gsm staan en dat zijn Pokémon Go en Harry Potter. Alle twee echt super leuke games. Agenda, klok, weer herinneringen. Even kijken wat het weer in Oslo zal zijn. Want als jullie... Nee, ik ga deze video vandaag online zetten, dus dat maakt niet uit. Maar ik ga volgende week dinsdagavond naar Oslo. En dan wil ik graag weten welk weer dat is. Dus daarom heb ik Oslo in mijn weer-app gezet. En het gaat sneeuwen, hopelijk. Herinneringen. En dat zijn eigenlijk al mijn apps. Dan ga ik kijken wat mijn schermtijd zegt. Ik kijk echt bijna nooit naar mijn schermtijd. Gewoon denk ik omdat ik het niet wil weten. Vandaag heb ik het langste Harry Potter bereikt, namelijk 18 minuten. En in de afgelopen 7 dagen heb ik 4 uur TikTok gekeken. 4 uur heb ik TikTok gebruikt. En maar 3 uur Harry Potter. 2 uur Instagram en 1 uur Pokémon Go. Oké, dit mogen we echt niet te veel zien. Ik heb een gemiddelde van 35 keer per dag open gedaan. Nee, ik wilde eigenlijk echt niet zien. Ik heb hem 56% meer keer gebruikt dan vorige week. De achtergrond is trouwens een achtergrond die ik dringend moet veranderen. Want we zijn totaal geen kerstmis meer. Maar dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En laat het zeker in de reacties weten of ik ook een What's on my iPad video moet opnemen, want ik heb deze roze golden iPad die ik ook regelmatig gebruik. Misschien willen jullie wel weten wat er daarop staat. Laat het weten.